Welkom wederom vanuit onze tijdelijke studio in het Staminekum. Bij mij aangeschoven zijn meneer en mevrouw van Ockenburg. Een bijzonder echtpaar zult u zo dadelijk horen. Mevrouw van Ockenburg, kunt u vertellen wat uw persoonlijke betrokkenheid bij de Roperun is? Ja, de kinderen doen mee met team 127, To Organize for Life. En dat betekent kwaliteit aan het leven geven als mensen ziek zijn. Iets heel bijzonders lijkt me dat, om dat als ouders te volgen. Hoe beleeft u dat? Ja, de betrokkenheid is zo groot ook vanwege mijn eigen ziekte. En daarvoor al mijn eerste vrouw die ik verloren heb. Lien die heeft haar eerste man verloren. Wij zijn bij elkaar gekomen en nu heb ik het voor de tweede keer. Dus ja, als ik dat spul zie gaan... En de organisatie vooraf eigenlijk, ja, die vind ik zo fantastisch dat ik denk van, ja, hoe houden ze het vol? En wij zijn een keer wezen kijken in België en toen zei ik ook tegen mijn vrouw, joh, dat is niet niks hoor. Want moet eens kijken joh, waar ze allemaal heen moeten fietsen. Het is heuvel op, heuvel af. Het is niet zomaar even recht doorlopen en zeg maar afgelost worden en dan weer een ander. Ik zeg, plus dat ze overal de weg moeten weten en zo. Ja, tegenwoordig is dat wat makkelijker natuurlijk met alle apparatuur. Maar ja, wij zijn een keer meegereden door allerlei dorpjes daarheen. Ik heb zelfs nog een interview van iemand afgenomen daar. Ja, dat was gewoon een of ander geintje. Toen deed ik omdat ik van de Vlaamse televisie was. En die mensen die vertelden alles, zeg maar. En ik heb ze een beetje in de maling genomen door te zeggen, nou kijk vanavond maar naar de televisie, dan zie je zelf op de televisie. Nou, in ieder geval, dat wilde zeggen, wij hadden heel veel plezier toen in die rit. Ook al moesten we 's morgens, ja, ik weet niet, ik geloof om 5:30 al gaan rijden. Het was gewoon hartstikke leuk. En als je de betrokkenheid van die mensen ziet, van de mensen langs de weg, waar je langskomt, ja, gewoon fantastisch. En voor dit goede doel, hè, waar ik ook niet van snap, dat eigenlijk particulieren dit op moeten hoesten. Dat ik denk van, als ik nou kijk in de regering wat die mensen verdienen. Hè, als je een beetje fraude pleegt, krijg je ook nog een soort oprotpremie. Wat willen u uw kinderen toewensen die dit straks ongetwijfeld gelijk zien? Nou, heel veel support natuurlijk van alle mensen die langs de weg staan. En ja, wij zijn in gedachten bij jullie. Dat heeft u heel erg mooi gezegd. Ik wil uw vragen af te sluiten, want u had nog een hele bijzondere boodschap verteld u zojuist. Ja, ik word momenteel onder andere genomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. En wat ik daar meemaak, dat is gewoon fantastisch. Fantastische meiden, iedereen is even aardig. Je hoeft bij wijze van spreken maar te kijken of te zuchten, of er staat er alleen bij je om te vragen wat je wil, of wat je wil drinken, of wat je wil eten. Nou, ik kwam voor de tweede keer bij mijn oncoloog, dokter Kitsen, en dat was gewoon fantastisch. Een zeer betrokken iemand... Die je op een bepaalde manier benadert, dat je zegt van, nou, tegen die man kan ik alles vertellen. En die ook echt een beetje meeleven in de vorm van, jongens luister, als jullie dadelijk inderdaad naar Zuid-Afrika willen, dan kunnen we dat zo regelen met je chemokuren, dat gewoon mogelijk is, dat je er amper wat van merkt. Ja, en dat zijn dingen dat ik denk van, ja, dan krijg je weer een beetje moed, hè, dan is niet alles zo definitief. Ik weet het wel hoor. Ik heb misschien nog 2 of 3 jaar. Of misschien wel 4 jaar. Ik heb gezegd. Nou, ik wil in ieder geval doorgaan tot mijn 75ste. Maar goed. Die mensen die zoveel voor doen. Al die oncologen. In ieder geval in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat vind ik gewoon fantastisch. Als ik hoor op tv. Dat er mensen zijn die niet zo goed contact hebben met hun oncoloog. Die dat eigenlijk willen via een huisarts of zo. Die natuurlijk ook alles van hun weet. En mijn huisarts, die wist ook alles van me. Die heeft me echt op tijd naar het ziekenhuis gestuurd. Dan denk ik, ja, maar die oncoloog van mij, joh, die heeft alle tijd voor me. Ik kan er over alles praten, over motoren, over foto's maken, over vogels. Die zit echt niet op zijn horloge te kijken van, nou moet je wegwezen, want er komt de volgende. Echt fantastisch. Mag ik u ontzettend bedanken allebei voor uw persoonlijke verhaal. Ik vind het heel bijzonder dat u dit heeft willen delen voor de tv. Ik wens u heel erg veel succes toe. En ik weet zeker dat de Roperun ook aan u zal denken. Dank u wel.